Gezelligheid in het vliegtuig. Ja, Kees is erbij. Ja. Kijk, en nog een collega zanger. Ja hoor. Nee, maar Abby, ik moest jou nog even een kus geven van Anita. Nou, kom maar op, Kees. Ja, nee, niet doen. Oh. Ik zeg, dan kom ik hem eerst wel even halen. Oh, dat is nog niet gebeurd. Nee, nou, als nee, je zo ver bent, dan meld je je maar weer. Ja, okay. Ik ga maar geen slecht voorbereiden. Ja. Dan ga ik misschien. Kees is weer bezig geweest. Verkeerde rij gaan zitten. Een blinde overal manier. Zo jammer is dat. Hè. Dat kost weer zoveel inzet. Sorry hoor, maar ja, het is Kees. Kees, schiet eens op man, iedereen zit te wachten. Hele vlucht is te traag. Ik hoor dat ik er ergens de schuld van krijg. Maar wat is er aan de hand? Wat heb nee, ik er is geen schuld van. Je wordt zelfs geroemd. Oh, geroemd? Ja. Dat is weer anders. Om je goede ideeën, om een dag eerder te gaan. Ja, dat was wel een goed idee, toch? Stranddag. Ja, het is niet echt strandweer. Nee, maar strandweer. Strandtentweer misschien. Het is wel strandweer, maar ja, het is iets te koud. Ja, iets te fris hoor ik. Ja, nou ja. Ja, vind ik leuk. Fotootje maken. Nee, filmpje. Ik maak maar weer een filmpje. Dan hebben we maar weer Bad Bob. Op de LDS website. Ja, dan kunnen we nog eens terugkijken van... zo was het ja daar in Spanje. Kom ik daar ook op? Of die LDS site? Nou, een beetje geblurred zo, denk ik. LDS. Een beetje... Maar ik heb een spul hier, Bob. Het is geen boemeltje. Nee, het gaat razendsnel. Nu hebben we een boemeltje van permanent te leggen. We hebben net water bijgevuld. We kunnen weer. Dat
Een overdekt zwembad hebben we. Daar zit jij ongeveer. Zit jij helemaal aan deze kant of zit je ook aan de zijkant? Zit je aan de zijkant? Of zit je aan deze kant? 205, dus ik kom over 2 etages onder jou. Oh, dat is ook aan de zijkant. En dit is ons strandje. Ook gezellig. Ja, maar ja, een biertje, hè? Een biertje voor Bob, hè, voor de kleine biertje jongen. Bob, ja. Bob pakt een biertje. Proost. Jullie drinken koffie, ik bier. Ja. Lekker hoor. Lekker aan de cola. Ik heb op de Westerzee gereden met cola en ik ga weer verder met cola. De echte mannen hebben gewoon koffie, Kees. Ik drink niet voor 12 uur. Nee, zo is het. Hoe laat is het eigenlijk? Het is al over 12, Kees. Ja, maar toen het bestelde was voor 12. Oh, dat is waar. Ja, ik heb een heerlijk bakje melk. Nou, heerlijk bakje melk. Oh ja, daar komen we voor. Een beetje barbershoppen. Oh god, ja, een beetje barbershoppen. Ja. Ik kan wel lollig wezen, toch? Ja, dat is ook leuk. Hier, kijk maar. Ja, ik zag een tafeltje. Ja, ja hoor. Ja, daar ben ik al bang voor. Bob bemoeit zich er natuurlijk ook weer mee. Ik bemoei me overal mee. Ja, overal. Maar ja, jammer. Mensen vinden het niet altijd leuk. Jij wil jezelf ook even... Zal ik jou even... Nou, we zitten hier dus in Benal Medina in het hotel waar... Nee. Ben Almadena. Nee, Ben Almadena. Je hebt het fout, Bob. Hier moeten we dus lunchen en dineren. En het andere hotel gaan we weer zingen. Dus, ja. Nou ja, zover. Ja. Op naar het volgende stukje, Bob. Dan moet je wel wat laten zien van hier. Aan. Nou, dat is meer de lounge, hoor. Dus hier wordt niet gegeten. Hier wordt niet gegeten, denk ik. Nee, bijna. Kijk, neem jij maar weer, want ik heb bier op. Kees, wat ben je nou? Wat ben je van plan? Wat ga je doen? Even met waterhuishouding. Oh, de waterhuishouding reguleren. Palmboompje. Gewoon allemaal blauwe luchten. En dan heb je toch ook Kees weer? Die is er ook bij. Die is gisteren. En nog wat mensen natuurlijk. Ja, steeds meer Hollanders, Hollandezen. Ja, het wordt steeds Hollandse. En een vervelend zwembadje. Maar ja, het water is wel erg dun hoor, dus daar gaan we niet in. Ga jij nou hier liggen en liggen schurken? Oh, heerlijk. Kijk eens wie we de aarde hebben. Hey, en nog een. Hey, jongen. Net binnen gekomen. Dan heb je alles gehad en dan kom je dit ook nog tegen. Oh, no. Goedemiddag, hoe maakt u het? Ja, goed. Hoi, Ab. Hoi, ik ben Anja. Anja, ja, ik film alles, hè. Komt allemaal op YouTube. Hallo. Hey, Kees ook weer. Weer? Again? So how's the water? The water? Yeah. I don't know. The beer is cold. Zo, we hebben vanavond lekker gegeten en dan komt Kees weer met het idee, als we nou terug naar het andere hotel lopen, dan hebben we in ieder geval nog koffie en hebben we een mooie wandeling gemaakt. En we weten hoe we morgen moeten lopen. Ja, en Bob is er erg blij mee. Dat dacht ik eigenlijk dat we hier kwamen om te zingen, maar dit lijkt er niet op, hè? Doe toch normaal, man! Is het niet dun? Dun? Misschien klein, maar niet dun. Hoe klein is het? Oh, muzzel! Kom mee, hoor. Als je maar blijft zegt, dan ga je toch, hè? Je komt hier wel om te zingen, jongen. Nee, ik kom alleen om te zongen. Niks. Uitzicht.
En daar helemaal rechts, het hotel. Nou, we zitten aan de achterzijde. Natuurlijk moet er weer gegeten worden. En wat doet Kees? Vergeet zijn bril, dus hij staat plaatjes te kijken. Hij is ook niet goedkoop deze hoeveelheid. Bob zegt dat het niet goedkoop is, oké. De plaatjes zijn goed. En ik kan het niet lezen. Jij kan het niet lezen? Nee. Hoe dat? Je hebt geen kaart? Nee. En ik pas me gewoon aan, ik neem gewoon iets lekkers. Doe dat. Hij loopt. Ja. Volgens mij loopt hij. Ja, ik zie het. Het is een mooi rood dingetje. Ja. Lekker kippie hoor. Spaans kippie. Ja. Nou, happen. Nou, dan ga ik even naar je bord toe. Yes, mina. Moet je dat nou zien, hè? Valt mee. Hier nog een salade. Russisch, hè? Russische. Hele Russische. Helemaal Russische. Nou, en dit is Solomio. Ja, nou, let op. Dat ben ik, Solomio. En de aioli steekjes, kippendingetjes van meneer Kees. Chicken kebab. Nou, nou is die aan. Kees, dan ben je toch onhandig. Je moet hem uitzetten, niet aan. Jammer. Je moet toch wel kwaliteit hebben ergens. Dag voor mijn kippen. Hier. Dan heb ik mijn stukje dan. Kaart nou, ik toch tegenkom. Nou, vertel eens. Hoe bevalt het hier in Spanje? Waardeloos, ik heb geen kaart. Waardeloos. En aan de andere kant is het wat hier? Ik vind die geweldig hoor. Jullie kunnen mooi zingen en jullie zijn lekker enthousiast. Komt helemaal goed. Kijk, dat is een fan. Nou ja, ik heb een fors betaald, dat scheelt. Hoe kom je nu aan de kaart? Ja, hopen dat Menno daar blijft wachten tot 8 uur. Hè? Menno, hè? Ja, Menno. Nou, als we hem zien, dan gaan we hem waarschuwen. Doe dat volgens. En een mooi weekend nog. Dat gaan we doen. En wat komen jullie vanavond doen dan? Wij komen zingen. We komen zingen? Helemaal niet zingen. We komen luisteren volgens mij. Hallo. Ik kom hier om te zingen. Maar als het er niet van komt, dan wil ik ook wel genoegen nemen met luisteren. Luisteren. Voorlopig. Heb je het ook nog naar je zin? Wat zeg je? Heb je het ook nog naar je zin daar? Jawel. Ik heb hier een buurman en die is eigenlijk een Zwitser, maar hij heeft ook in Amerika gewoond, hij heeft prachtige verhalen. I'm making a film for this event for our choir, so you name please. I'm Kurt. Aha, Kurt. That is a typical English name. ik zei al, het is een Zwitser. And you sing in the choir here? You live here. We live here, yes, but with tropical tones in Amunieka. And this is our president standing there. And musical director Brenda is in front of you. So we have a mixed choir because it's impossible to have but it's a newest thing men to mix on the coast in Spain. It's the newest thing I heard, to mix choirs, women and men. Well, yeah, by necessity here. Because you don't... It's very, very difficult to find a men tenor. Yes, here. You have the same very problem, difficult. Yes, yeah, yeah. And so we are, for certain things, we need women. Good. Oh, when I retire, I come to south of Spain. Okay. I hook in. Right. All right, enjoy. You know where to go. Okay. Okay. I found you. Thank you. Enjoy. Good afternoon to everybody. Welcome to Panama. You have to stay. Don't worry. Now in Spanish, yeah. Bienvenidos a Benalmádena, a todos los que nos acompañan en este magnífico festival. Espero... Welcome to Benalmádena, you all. Thank you for coming to this beautiful convention. Espero que todas las personas que nos acompañan, británicos, irlandeses, holandeses, portugueses, españoles, que también están aquí, que todos pues disfrutéis de nuestro municipio, de este festival, que es para lo que venís fundamentalmente, que paséis tres maravillosos días en nuestro municipio y disfrutéis de él, y sobre todo que vosotros lo paséis muy bien. Fast, you gotta make that bottle.
Are you lonesome tonight? Thank you. Oh, yes, hungry and long and shoring.
dat is het ontbijt 's morgens. De mannen zitten nog binnen, maar het is buiten net eigenlijk schitterend weer om buiten te zitten. Uitzicht, het is niet te geloven hier. Hier twee zwembaadjes, lekker hoor. Zee, heeft vandaag een beetje golfjes. Door de palmboompjes heen. Daar komt ergens het zonnetje door de palmboompjes. Het is hier veel te luxe. Nog een overdekt zwembadje daar aan de verte. Nou, we slaan ons er doorheen. Het is niks. Ja, dat ziet er goed uit, hè? Ja, dat hoort er wel bij altijd, dat ontbijt. Ja, ja, ja. Are you enjoying yourself? Very much so. Ah. Having a lovely time. I'm very enjoying myself. Hello. Where do you come from? I've come from England, Cheshire, with the Cheshire Coal Company. Okay. Yes, I saw and heard you yesterday. You were good. Thank you very much. Thank you. Ja, Kees kan het ook niet laten. Die ziet weer een leuke vrouw en dat moet meteen weer bij elkaar. Jammer is dat, Kees. Hey, prettige dag, hè? Ja, maar ik heb elkaar ook al heel lang, hè? Zo is het. Ja. Muzikaal. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Bob heeft er ook op staan. Mooi. Ik heb ook een paar fotootjes gemaakt buiten. Ook eens even mijn bril afzetten. Ja, zo is het veel beter, Bob. Ja, ja. Ja, ik kom zo maar langs, ja, nee, even al die lopen voor. Heb je er een beetje zin in vandaag? Uitstekend. Wat worden we, 1 of 2? 1, uiteraard. 1, hè? Uiteraard, hè. En ja, dan krijg je in ieder geval een goede backup. Ja, nee, komt allemaal goed. Ja. We gaan er wat van maken. Juist. Nou, eet ze nog even. Ja. Jawel, ja hoor, je staat er ook op. Eindelijk, ik heb er altijd zo op willen staan. Ja? Oh. Wat denk jij dat het vandaag wordt? 1 of 2? Of 3? Nou, je bedoelt morgen? Ja, ook. Over het algemeen. Over het algemeen gaan we naar 1. We gaan naar 1. Ja, kijk, dat is de instelling, hè? Dat is de echte instelling. Nou, veel plezier vandaag. Ja, dankjewel. We gaan meteen door naar de volgende. Kan mij het schelen. We zijn er nou toch bij, we zitten heerlijk te ontbijten. Ja man, zo hartstikke goed, hè. Vervelend is het hier. Ja, naar, hè. Heerlijk. Ik kan er niet aan wennen. Nee. Of bijna wel. Ja, hij zit ook lekker te lebberen. Ja hoor, lekker bakkie. Is dat Facebook? Nou ja, we maken er wat van. Wat wordt het vandaag? Een beetje bestemd? Heel goed. Heel goed bestemd. Ja. Ja, ja. Nou, oh, okay. Nou, winners. Hoor het alweer. Veel plezier. Hey. Nou, zij ziet het maar leidzaam aan. Dus de vrouw is er ook bij, hoor. Ja, hè? Ja. Goeie backup. Jammer dat mijn vrouw er niet bij is. Ja, er gingen geen vrouwen mee, zei ze. Waarom? Had ze geen zin? Nou ja, ze had geen zin omdat er geen vrouwen mee gingen. Nou, oh, ja, ja. Ik zie hier het tegendeel. Ja. Dit is het bewijs, volgende keer gaat ze mee. De vrouw van André is ook mee. En de vrouw van Bert. Ja, maar niet. Nou, het is een beetje een onsmakelijke toestand, want ik ben iedereen aan het filmen die aan het ontbijten is. Dus het is een beetje jammer. Ja, dat moet je niet doen. Nee, moet je niet doen, hè? Je moet ze eigenlijk niet filmen, dat nee. Dat moet je niet doen, dat is geen gezicht. Oh, maar dit is ook wel een hele vette ontbijt natuurlijk, ja. Hè? Met worstjes en spek. Heerlijk. Kaas jammer, ook. Kaas is ook vet. Ja. Het is een beetje behelpen hier. Ja, ja, het is een beetje behelpen. Ja, maar we komen er wel uit. We kunnen er net aan wennen, ja. Nou, veel plezier vandaag allemaal. Hartelijk bedankt. En dat we maar mogen winnen. Dat is wel. Ja. Ja, daar is hij. Eindelijk in beeld. Ja. En? Nou, vertel het maar. Nou, het is hier geweldig. Lekker geslapen. Nog geen afterglow gedaan, dus dat moet nog komen vanavond. Nou, dat was er gisteravond dan behoorlijk, hè? Ja, het was bestemd wel kwijt geweest. Dus ik moet een beetje oppassen. Oppassen. Ja, nee, doe rustig aan vooral. Rustig aan. Goedemorgen, ja, ik ben er ook weer. Het was hier geweldig vandaag. Ja, hè, dat wordt weer wat, hè? De afterglow was ook heerlijk, ja. Wordt wel wat vanavond. Ja, het wordt zeker wat vanavond. Vanmiddag ook, denk ik. Ik denk dat die heer ook wel de best doet vandaag. Ben er bang voor, Ja, je weet het niet. En op naar de volgende. Twee koffers in een... En die zit ook gezellig nog bij. Heerlijk ontbeten. Lekker gegeten. Die koffers moest prima. Zo zijn er Gibraltar. Ja, het is wel genieten hier, hè. Ik kan er goed aan wennen. Ja. Zwaar een halve plaatje. Goedemorgen. Ja, stop. Meer tekst heb ik niet zo. Oh, nou dat is niet veel. Maar morgen is niet. Oké.
Je ziet hem wel. Ik sluit mij aan bij de volgende. Oh, okay, ja. Goeie tekst, joh. Ja, ik was morgens op mijn best. Dus ja. Nou, kom later terug, gewoon op de dag. Ik zie je verschijnen. Dag, jongeman. Dag, meneer. Wat doe jij hier dan? Geen idee. Je kapot vervelen. Maar kapot vervelen, ja. Ja. Vreselijk, hè? Heel erg. Hoe is de stem? Uitstekend. Uitstekend, ja, dat zegt iedereen. Ik ben er ook van overtuigd. Ben ik wel zeker. Veel plezier. Dankjewel. Jongeman, je bent op je best in de vroege uren volgens mij. Hè? Of doe niet? Toch normaal, man. Ja, dat is je vaste tekst, hè? Dat zei je gisteren ook normaal. Al. Kunnen we er een liedje van maken of zo? Maar voor de rest zit gaat het wel goed. Zit hier recht op? Of ja, zit het met portret recht? Want, ik zal zo betalen. We blijven niet bezig, hoor. Ik zal zo betalen. Dirk Breijnen, werk is het toch hier? Zo jammer, hè, die man, hè. Hij verpest het hele filmpje, dat is zo jammer. Je bent aan het filmen? Jazeker. Nou, dan moet je wijzen op die mannen daar. Ja, ja, maar, die ken ik maar al te goed. die had je al. Die zijn al zo vaak in beeld geweest. Nou, veel plezier, hè. Dank je wel, hè. Net Emmelje, waar de koffie. Ja, ik ga even kijken. Waar gaat er gekeken worden dan? Er gaat gekeken worden naar de fantastische competitie. Kijk. Ik heb hoge verwachtingen. Ja. Maar gisteravond denk ik, nou, nou, als dat dit is. Nou ja, dan zijn we zo weer weg toch. Goedemorgen. Goedemorgen. Kan het allemaal, je vermaakje nog wel? Ja, alleen een beetje kleine oogjes. Ja, ja, ja. Van de slaap hoor. Ja, maar ja, je moet ook zo vroeg op hier. Ja. Toch? Toch. Kijk, je ziet ook te glimmen, die heeft het ook niet naar de zin. Ik ga nog even lekker torken braden. Ja, ja. En van het zonnetje. Je zit lekker in het zonnetje. Je houdt er gewoon volgens mij. Ik wel. En dan zit stilletjes in de schaduw. Dat is dan weer jammer. Ik zit te genieten. Ja, hè? Ik zit te genieten. Kan net. Oh, kan net. Hier omheen. Ja. Wil je nou nog meer? Ja, maar dat uitzicht is ook heel vervelend hier. Ja. Nee, het is goed zo. Ik sla me de dapper doorheen. Heel goed. Terecht. Voilà. Nou, vertel het maar. Vertel het maar. Vertel het maar. Ja, zeg het maar. Wat zit je dwars? Wat zit... Nou... nou ja, goed. Daar kunnen we het beter niet over hebben dan. Oké. Okay. Veel plezier vandaag. Nou, dankjewel. Dat is al nodig. Hebben. Everybody's enjoying the meal. Ja. Dat is een typical English breakfast. Ja, I like it. Are you enjoying yourself? Absolutely, good morning. Also typical English, yes. I'm not typical English, no. No? No. Where do you come from? From Germany. Germany. Well, dan gehen wir in Deutsch weiter, nicht? Sehr gerne. Darf ich jetzt frühstücken? Mm. Gut, dank Ihnen. Dit is dan de zaal waar opgetreden wordt. Het is nog leeg. 10:00 's morgens. Iedereen zit te wachten. En dat zal op zijn Spaans zijn. Het zal 9:15 waarschijnlijk beginnen. Waarom ook niet? Ik kan altijd later. Oh. Nee, die ken ik. Ja. Ik heb meer gezien. Goed, met alles onder controle hier. Mr. Boeddha, ja. Dat komt wel goed. Boeddha, waar hebben we het nu over dan toch? Ja, het is goed geregeld wel, hè. We vervelen ons niks, de locatie is geweldig. Oké, helemaal goed. En bij tijd en wijle wordt er nog mooi gezongen ook. Maar jij hebt ook een beetje rust, of ben je alleen maar bezig? Nee, het kan wel goed, joh. Komt wel goed, zei hij. Nou, voor mij heb je veel te doen, maar doe maar. Veel plezier vandaag. Ja, dank je. Het is vandaag zaterdag. We hebben gisteren heerlijk geafterglowd. Per ongeluk tot 2:30, toen moesten we weg. Het weer is een beetje, ja, bewolkt. Vanmorgen wat regen. Het is een beetje onstuimige zee. En we hebben net even naar de plaatselijke koren gekeken. We gaan weer onderweg naar de lunch. Nou ja, lunch. Eerst een bakje koffie. Nou, we hebben heerlijk geluncht. We gaan weer terug naar het hotel, want daar moet gezongen worden. Ons kampioenschap. Het is lekker zonnig geworden. Ja, strand is hier niet. Maar goed. We gaan onderweg voor de eerste prijs. En voor het optreden komt iedereen natuurlijk bij elkaar. Dan gaan we nog even inzingen. En Daar mag het niet aan ontbreken, de stem. Nee. Nee.
Ik heb wel een paar mensen gehoord die nu al zeggen, gisteren was ik beter bestemd. Ja, dat komt door verschil. Gisteravond. En dan ga je afterglowen, ga je boven iedereen uitschreeuwen en dan is je stem naar de kloten. Zei hij, ja. Wie stem optimaal in orde is. Hoop ik. Hoop ik. Hoop ik. Ik heb het gehoord. Is goed. Ja, staat erop. Ja, onze nachtbraker is een beetje brak. Nee hoor, die is over de andere topfit. Topfit, daar ga ik een beetje van dichtbij. Maar, ja, eigenlijk. Ja. Het is je ziet echt, het niet. Echte diehard, hè? Ja, als je dit tot 4:30 uithoudt, zonder uiterlijke verschijnselen nu, ja. Dan is het alleen maar een hele goeie. Een hele goeie. En dan wordt er ook gezegd, maar nacht een man, bedag een man. Maar dat is het wel. En zo lollig ook, hè. Dan krijg je zomaar weer van José. Iedereen aan, een knijpertje in ieder geval voor thuis met een smiley erop. Kijk. Het is ook leuk hè. Dat mensen eraan denken. Helemaal van thuis meegenomen die knijpertjes natuurlijk. Nee, ze zijn echte Spaanse knijpertjes. Spaanse knijpertjes. Ik ben er trots op. Stuart, dat is een dingetje. Crying over you, all over you, dear, only do you know.
gedaan, we hebben het gedaan. We did it.
Ja, het is feest, want we zijn wel 50 geworden en volgens Kees internationaal kampioen van de mannen. Kees, hè? We zijn geëindigd boven de Zweden, want die waren er namelijk niet. Nee. Die Belgen bleven ook thuis gebleven. Dus zijn we nou in Nederland kampioen van de Benelux, dan zijn we hier van het Europese vasteland. Vijfde met 67 en een beetje, dat is ook niet niks. Ja, acht een beetje. 67, 8, oh, zeg maar 68 eigenlijk. Jammer. Oh nee, dat is een goede. Goed gedaan, Kees. Op de overwinning. Proost! Fijn gezongen, fijn gezongen. Doorgaan en we zullen doorgaan. En hij zit het menu te bestuderen, vindt hij belangrijker als de vijfde prijs. Hé joh, Pietje, hé joh. We zijn vijfde. Ik ben toch druk bezig, dat zie je toch? Ja, ik zie je. Nou, gefeliciteerd nog. Vijfde is geen plaats, het is maar één plaats als de eerste. Mieter toch op, man. Ja, die wil ik allemaal niet zo hè. Wat vind je dan nou vijfde worden hier? Meer dan terecht. Ja. Meer dan terecht. Niet slecht, hè? Nee, absoluut niet slecht. Ik zeg maar zeggen, internationaal kampioen van de mannen, hè? Ja, van Europa, hè? Van Europa wel. Ja, ja. En hoe kwam dat nou allemaal? Nou, door de fans. Kijk. Mede. Mede. Ja, ik zag ergens een lampje. Ik denk, hé, wie is dat? Ja, ja. Dat was jij, hè? Ja, dat zat ik weer met mijn lampje. Ja, ja, helemaal goed. Support. Nog gefeliciteerd. Ja, jij ook gefeliciteerd. Dankjewel.
baritones. To the But the baritones go up, and you have this major seven between you, so you get the clash. Yeah. Okay. Two, two, two. The end, love. To the end. The end. That's good. And love to the end. The end. To the end. Love to the end. The end. Okay. Basses, baritones. Okay. So, and when you sing love, everyone else moves to the love cut. Yeah. Friendship and love to the end. And then you just stay there. Yeah. Okay? So, yeah, with me. So, just go. Friendship and love. You know what it is then. And. Friendship and love. Moeten we meer doen? Dat kan toch wel? En zo breekt de laatste dag aan van een schitterend barbershop, heel lang weekend. We staan even bij de sloot met de kikkers. Oh, je hoort de herrie. Het weer is vandaag ook weer een beetje betrokken, net zoals gisteren. Maar goed, we hebben ons erheen geslagen. We gaan zo meteen nog even pocket songs een half uurtje zingen om het af te leren. En dan gaan we langzaam. Nou, Kees had nog een plan om even heerlijk te lunchen. En dan gaan we richting Nederland. Het was een schitterend weekend. Doe je voetjes van maken? Nou, dat was niet normaal. En zo eindigt een schitterend weekend zingen. Mensen staan nog gezellig even afscheid te nemen van elkaar. Het is allemaal één droevenis, maar doe maar. Langzaamaan gaan we weer richting vliegtuig. Wild Irish Rose. En dan bring up a lady in the. Oh! We gaan even Pocket zingen. En deze man praat het aan elkaar en die gaat ook zwaaien, maar hij is er zelf niet over eens. Okay. Well, I was winding the men up to sing Wild Irish Rose. Okay? And that pitch blower as well. Alright. Do you want it in the normal B flat or are we way down in the A's now? B flat, okay. There we go. Stand up! My wild
everywhere, but none can compare. Is het de tijd om weer in te checken op de luchtvaarttoestand van Malaga. Het is er redelijk druk. De vlucht is al een 15 minuten vertraagd, dat scheelt ook alweer. Maar we komen er wel. Hier hebben we een rood verbrand hoofdje van Piet. Die heeft een open dakje, die is een beetje rood geworden. Ja, we staan gezellig even te wouwen. Kees is er ook weer bij. En voor de rest zijn het allemaal mensen die... Ja, daar toch ook nog twee barbershoppers. Nou, we gaan richting incheck Bali. En daar staat ons toestelletje naar huis. Nog eventjes wachten, dan mogen we erin. Dit is een mooi vliegveld hier op Malaga. Heel modern allemaal. Winkeltjes. Niet verkeerd. En natuurlijk wachten de passagiers, ze zijn er altijd bij. Wat was je nou, Tom? Ja, zijn jullie met de taxi op en neer gereden? Vertel eens, Bas, wat was er nou aan de hand? Nou, we wilden gewoon even heen en weer racen. Kijk hoe snel dat komt. Ik vind het leuk. En in de tussentijd hebben we het paspoort opgehaald. Oké. Nou, just in time. Dus, interessante rit. Ja. Ik had de succes, die vind ik dit. Precies, ja. Bijna wel. Maar je wist wel waar die lag. Ja, in het kleutje. Hallo. Moeten we toch even vastleggen. Nog wel weer bijzonder allemaal. Zonder haarnetje. Jammer. All equipment should be switched off. De deugels kunnen worden geopend door de hendel naar beneden te trekken. Het luik opent zich dan automatisch naar buiten en naar boven. Stap naar buiten en volg de pijlen op de vleugel. Bij rookontwikkeling volgt u de groene streep op de vloer. Een rode streep geeft aan dat u zich bij de luiken boven de vleugel bevindt. Het uiteinde van de groene streep geeft aan dat u zich bij de hoofduitgang bevindt. Al deze informatie kunt u terugvinden op de kaart met veiligheidsinstructies. Er zitten er een paar op het... Kijk, voor de paran.
dat we dan wel weg zijn. Ik weet niet. Ik denk dat het wachten wordt. Het is druk op final, dus dit zal wachten worden. Nee man, dat is niet voorgaan. Het beste dat die eerst even landt, ja. En dan is de vraag om de volgende wachten. Ja, maar die... Nee, we gaan er voor langs. Al over, ja, hij gaat erachteraan. Oh, grote zesbaans weg. Oh, dat is natuurlijk de A... A2. Nee, A4. A4. Dan gaan we er zo overheen. Oké, hier heb je de A5. Ja. Ja, precies. Haarlem is daar ergens. Restaurant? Van de oh, ja, bij de A5. Dan gaan we dan een bocht maken. Hè? Dan maken we dan een bocht. Nee, oh, of we moeten dan naar beneden over de weg heen. Maar naar taxi tijd, we gaan dus ook. Ja, precies.
Ja, daar zijn we weer, richting bagagehal. Niet dat we daar moeten zijn, maar we hebben allemaal handbagage. We zijn bijna weer thuis. So, how are you today? I'm good for singing? The best. Oh, very nice. Thank you. Like no dreams on the road, like sweet above.